Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat lid reportage Sien van het landelijk programma Van Gewest tot Gewest. Wat zo'n jongetje in 64 en 2004 voor de nationale televisie wie. De man die reportages van Friesland maken en hier in Friesland de man van Van Gewest tot Gewest wie Johan van der Zee. Johan van der Zee, die zit hier een journalist. En in die tijd wie de journalistieke wraad in Friesland volle breder. Ja, de kranten, Fries Dagblad, de Rono weer, dat kan zelf weer. Vrije Volk, Ons Noorden, ja. Friese Courier. Ja. Ik begon, ik vijf kranten. Ja. En toen ik ophoud, ik dacht twaalf. Ja. Dus ja, dat is een hele... Maar doe eerst zes kranten. De drukste kranten kreeg ik echt nog. Dan hier zes kranten, want dan weer het kleine krantje. Ja. Van Fenno Skoustra uit Ljouwert. Ja, dat kreeg ik net, maar ik wist wel dat het bestiert. Ja, want het werd dan wel heel apart dat bestiert. Dat bestiert. Ja. Ja, zijn we een zin en reportage die je in 1990 maken had over het kleine krantje van Fenno Skoustra? En ik denk, Fenno Skoustra, dat ik een tolk ben van al die mensen buiten ons land. Niet alleen voor de Leeuwarders, dat wij jou dank zeggen voor het feit wat jij 25 jaar lang voor ons hebt gedaan om Leeuwarden te presenteren zoals het vroeger was. Wat een energie, wat een moed heeft hij erin gestoken. Maar ik denk dat door de positieve reacties van zijn abonnees hij is door kunnen blijven gaan. Dat heeft hem steeds weer geïnspireerd om ermee door te blijven gaan. Ik hoop dat het nog lang mag, dat ik het lang kan doen nog. Hoe zou je het kleine krantje moeten omschrijven? Nou, ik zou zeggen een gezellige leeskrant, gemoedelijk, nostalgisch, gericht op het recente verleden. Van Leeuwarden? Van Leeuwarden. Van Leeuwarden in eerste plaats, maar toch ook een klein beetje van de wijde wereld eromheen. Want dat staat in de kop van ons, van onze krant. Leeuwarden voor Leeuwarden en de wijde wereld eromheen. Dit is het zoekplaatje? Dit is het zoekplaatje, ja. Niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk. Vooral niet als je dat spitsje, want daar gaat het eigenlijk om. Als je dat van deze kant bekijkt, is het heel moeilijk te vinden. Van de andere kant is het makkelijker, dacht ik. Maar dan is die spits, zoals we die nu zien, niet herkenbaar. Althans, niet zo gemakkelijk herkenbaar. Als echte Leeuwarder eet ik dit krantje. En zeg ik van de rubriek die mij het meest aanspreekt, dat is Luwades, waar is dit? En als u er nu naar kijkt, weet u dan waar het is? Nou, meestal dan blader ik naar het end, want daar staat dat meestal. Hé, hey, Luwades, waar is dit? Nou, ik moet eerlijk zeggen, op het eerste gezicht zegt mij dat niets. Nee, ik moet nu toch het antwoord even schuldig blijven. Uiteraard is het in de binnenstad, want dat is ook het werkterrein van de kleine krantje. Dit is de opgave van december. Mogen we wel weten wat het is? Ja, we staan hier achter het Zuiderplein. We zien dus in de richting eigenlijk van de Beursbrug. Dat is de oplossing. Ik heb ergens een keer gelezen dat Fenno Skoustra een antijournalist zou zijn. Omdat hij dus juist over oud nieuws schrijft. Nieuws is altijd in, maar nieuws is niet altijd mooi. Ik denk dat oud nieuws vaker mooier is dan nieuw nieuws. En u mist in deze kant niet het nieuwe Leeuwarden, het nieuwe nieuws over Leeuwarden? Ik vind heel mooi wat Fenno Skoustra altijd doet, de vergelijking. Het hedendaagse Leeuwarden en Leeuwarden, zo was het vroeger. En dan komt het bij je op van, het was mooi vroeger. Soms heb je ook het gevoel, het is beter zoals het nu is. En die mixje maakt dat juist zo mooi. We
We staan hier in het nieuwe Leeuwarden. Hoewel we maar op een steenworpen afstand staan van het hart van de oude binnenstad. We staan hier tussen de Willemskade en de Lange Marktstraat. Waar vroeger dus een hele rij veemarktcafés stond. Verdwijnt dat oude Leeuwarden van het kleine krantje niet langzaam uit de herinnering van de mensen? Zodat er toch steeds meer over de nieuwe dingen van zo'n stad geschreven moet worden? Het verdwijnt wel, het schuift wel op, zonder twijfel. Maar er blijft nog voldoende over. Voor ons voldoende stof over om over de oude Leeuwarden te schrijven. In welke tijd ligt nu de belangstellingssfeer van de mensen? De belangstelling ligt vooral in de tijd waarvan men kan zeggen, hé, ja, dat weet ik nog. Voor de abonnees van ver, vooral abonnees van overzee, bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, ze zitten overal. Dat het voor deze mensen een heel aangenaam geschenk is wanneer dat kleine krantje bij hun bezorgd wordt over de post. Het is hier al zo, wanneer ik het dagblad, de krant uit de bus haal, dan doe ik dat neutraal. Maar wanneer het kleine krantje is, dan bezorgt het je al een glimlach. Dan denk je al aan de aangename uurtjes die het je zal bezorgen. Zag het in Leeuwarden helemaal niet zitten. Men is in Leeuwarden, ik weet niet hoe dit in andere steden van Nederland is, maar in Leeuwarden nog wel eens wat negatief, wat somber. En men zei dus hier, dat houdt hij geen 2 jaar vol, dan is hij over het oude Leeuwarden wel uitschreven. Nou, afijn, we zijn nog niet uitgeschreven, nog lang niet. We hebben er 25 jaar vol gemaakt en we kunnen er nog wat aan toevoegen. Dat bordje, daar stond eerst op Betje Cohen, koopvrouw. En merkwaardige van de situatie is dat dit is Betje niet. Het beeldje is gemaakt aan de hand van deze foto. Dit is een foto van Roosje Cohen, haar tweelingzuster. En wij hebben toen in het kleine krantje voorgesteld om de tenaamstelling te wijzigen. En daar is men ontvankelijk voor geweest, de Vereniging voor Volkshuisvesting, die het beeld in de tijd overgedragen heeft aan de gemeente Leeuwarden. En zeer recent is het veranderd. Met andere woorden, het kleine krantje heeft invloed. In dit geval wel, ja, dat kun je zeggen. Ja. Eigenlijk in overtreding, hè? Nee, ik ben niet in overtreding. Ik ben in overtreding wanneer ik van de andere kant door de Muggensteeg ga. We staan hier namelijk in de Muggensteeg tussen de Beierstraat en de Kleine Hoogstraat. En het hoogst merkwaardige feit doet zich voor dat die Muggensteeg van één kant verboden is om daar door te gaan. We hebben geprobeerd om er wat aan te doen. Het is al een half jaar geleden dat de Kleine Krantje dit gesignaleerd heeft. Maar tot dusver zonder resultaat. Het blijft er mooi hangen, dus de betreffende instantie die houdt dit misschien bij wijze van attractie in stand. Ik weet het niet, maar het is natuurlijk hoogst curieus. Het archief van Leeuwarden en de wijde wereld er weer omheen, hè? Ja, dat is dit archief. Dat wil zeggen, dit is alleen het gedeelte foto's. Foto's. Prentbriefkaarten zitten weer elders, maar dit zijn alleen de foto's van Leeuwarden. Het komt zo vaak voor dat je terug moet tasten naar situaties die je ook zelf beschreven hebt. Dat komt toch heel vaak voor. Dan denk je, hé, ik heb er eerder over geschreven, jaren geleden. Wanneer was het ook alweer? Dat moet je allemaal niet kunnen opzoeken, want anders dan heb je er niks aan. Die prentbriefkaarten, dat heeft met kleine krantje en zo weinig te maken, neem ik aan. De prentbriefkaarten, dat heeft alles met de kleine krantje te maken. Wij reproduceren bijzonder veel prentbriefkaarten in de kleine krantje. We hebben een rubriek uit grootmoeders aanzichtenalbum. Dat zijn prentbriefkaarten die zogenaamd uit grootmoeders aanzichtenalbum tevoorschijn komen. Maar ze zijn allemaal hier. Ze zitten allemaal hier. Ze zijn allemaal bij Paken, ja. Het is ook een magere figuur. Zeer van magere figuur.
Aben staat er mooi, dus ook. Ja, met jeugdfoto. Ja. Het is briljanter. Kleur staat er keurig aan. Mooi scherp. Ja. Huisjes een beetje anders maken natuurlijk. Ja. 25. Ik wil eraan herinneren, wij zijn nu januari 1990, dat u als gewest van gewest ook 25 jaar bestaat. Ik wil u daar van harte geluk wensen. Dank u wel. Dat was het. Prachtige reportage in het echte Ljouwert van Venno Schouster met het kleine krantje. Heb ik verneemd in de historie van de Alversterrentocht. Maar dit kleine krantje wie toch iets heel specifieks van hem. Een hele singuliere man, vond ik dat. Ja. Ik zal nooit vergeten dat hij een keer als een soort melkbrigadier de vliegbasis Ljouwert opkomen is. Toen hier een fantasie, er weer een vliegdemonstratie, had er een fantasieuniform onlutsen, petsie op en wat melkbrigadier dingen op. En daar is er maar een heel soort egaze in de der ontvangen. Dat waren de dingen die het Venno Schouster had. Ja. Wij hadden hiertoe uitgestuurd, omdat van gewest tot gewest 24 jaar bestier. En het kleine krantje eigenlijk op dat moment. We hadden dus mede jubilarissen naar toe bezocht. Ja. Hij had het in die reportage over het archief. Zijn eigen archief. Ja, waar is dat blij? Dat weet ik niet. Nee, ik niet. Ik dacht heel miskeerig. Hij is een stomme, ja? Dus, ja. Dat weet ik niet. Nee, daarom dacht ik van, we moeten daar nog eens even onderzoek naar gaan. Want dat die wel leuk. Want de meesten vonden het ik mooi. Hier is het klassieke Volmer in beeld. Ja. Hier is de Popma, de makelaar in beeld. Van, die vonden dat geweldig. Ja, dat kleine... heb je van hen. Ja. Dat, ja. Ja, en er zitten hele aparte dingen in, net een echte Nijskrant, nee. Of wat dan ik, maar het weer wel heel mooi. Ja. Nou, nog wat singeliers, maar dat gaan we naar het pre-Johan van der Zeese T-track. Dan gaan we naar de eiland, want dat dienst doen we zelfs in een jongetje San, seks kijk al. Dit was uitgestuurd op 10 december van jongetje San 60. 10 december, nou, zo maar even, dan is het duidelijk wat we mee beginnen. Met een vol verwachting kloppend hart zag dinsdag ook de jeugd van Holm op Ameland de komst van Sinterklaas tegemoet. De goedwillende oude man had de lange reis over de Waddenzee gemaakt en stijf en stram verliet hij zijn trouwe schimmel om daar uit te rusten waar het goed rusten is. Het feest voor de kinderen was afgelopen en de bevolking van Ameland ging zich in de korte tijd tussen licht en duister voorbereiden op een ander feest. Een feest dat van veel ouder datum is en vermoedelijk nog stamt uit Germaanse tijden. Als de zon is ondergegaan en de lichten op de vuurtoren zijn ontstoken, maken ze zich in Holm bijna op de noordwestzijde van het eiland klaar om het feest van de Sunderklaassen te vieren. Om precies 5 uur verlaten baanvegers hun huizen om allen van straat te jagen die er niet meer op thuis horen. En dat zijn jongens onder de 18 jaar en vrouwen van oud tot jong. De mannen hebben zich met lakens omhuld, een stok bij zich en een hoorn waar ze diep donkere geluiden op voort kunnen brengen. De baanvegers lopen tot 7 uur het dorp door in voortdurende jacht op ongewenste elementen. Want het feest dat vanavond gevierd wordt, of liever gezegd gespeeld wordt, is een feest voor de mannen van boven de 18 jaar. De mooiste horens zijn de buffelhorens. Het jong volk probeert wel eens de code te doorbreken, maar angst leeft dan in de harten van allen die het wagen buiten de deuren de duisternis in te gaan. Worden er mensen betrapt, dan trachten de baanvegers de huizen binnen te dringen om straffen uit te delen of te laten springen. Een vruchtbaarheidsrite stammend uit een donkergrijs verleden. Terwijl de lucht vervuld is van angstaanjagend horengehuil, wordt de aanval ondernomen op een boerderij waarvan de bewoners een poging hebben gedaan door een verlicht raam naar buiten te kijken. Ook dit is niet toegestaan. Alleen bij hoge nood tracht men de weg over te steken.
Na zevenen is het rijk aan de prachtig uitgedoste zundeklozen. Wekenlang hebben ze gewerkt om op lakens papiersnippers te plakken en te naaien, in vele kleuren. Zodat er voorstellingen ontstaan die het aankijken waard zijn. De zundeklozen trekken het dorp door, steeds controlerend of er niet een jongen van onder de 18 of een vrouw is die toch, maar dan verkleed, op straat is. Een verdachte wordt aangehouden. De vuisten omspannen zich en uit het woesten zal blijken of de ander man of vrouw is. Er waren die avond in Hollum vele zogenaamde openhuizen. De zundeklozen komen dan binnen en vrouw en jeugd worden onderworpen aan de gebruiken van voorheen. Opmerkelijk is het dat dit feest in naverwante vormen te vinden is op alle Nederlandse waddeneilanden, maar ook langs de kusten van Scandinavië en de Baltische landen. Het feest wordt altijd gespeeld half december en zou zijn oorsprong hebben in de gespannen verwachting van het nieuwe jaar, de nieuwe oogst, de vruchtbaarheid. Naast de straffen en rieten is er ook vrolijkheid, zowel in de huizen waar de zundeklozen komen als buiten. Voorheen, toen het eiland nog volkomen geïsoleerd lag, dansten de zundeklozen met elkaar in een tonig soort gestamp. Door de invloed van buiten wordt er ook in Hollum nu af en toe gewoon gedanst, ofschoon het hier in deze plaats nog praktisch gespeeld wordt zoals het eeuwenlang is toegegaan. In het hoofddorp van Ameland, in Nes, wordt het feest ook gevierd. Zij dat hier de invloed van de overkant sterker te merken is. Sinterklaas en Sundeklaas. Sundeklaasen op Ameland. Maar dat op 6 december dus uitgevoerd wordt, dat doet, ja. Want dat hadden ze dus de... Of de size, is het op het eiland net als de... Ze zijn in elk geval pas naar de size de wijk komen. Ja, en ze zijn in Hilversum gekomen en ze had direct monteerd en het is uitgestuurd. Dus ja. Dat koer dan toch. Dat koer op in de oren. Ja, dan kon je zo'n heel hard werkje. Ja, en mijn voorganger Oskamp, die wende zelf op Texel. Oh, ja. En dat weer dus een man die in Hilversum op eiland kwam. Hij had de directeur van de VVV op Texel West, ook in Zeeland. Pompbediende en van alles, maar hij ging dus naar Ameland om dit te zien te leren. Ja, maar weet je hem al jaar in de hulpperiode? Wist ook alle idiote gebroeken die wij hier in Friesland hebben? Nou, dat was niet alles. Maar hoe noteerde ze het al jaar van bijhoren? Zo krant gelezen. Ja. En daar dan ding niet, Harry. Ja. He, maar we gaan letten nog wel eens, want ik op oren eiland wordt op een andere manier, Sinterklaas viert. Plannen gaan om dat te doen en doe wie het en ja, ik kan me deze reportage net in het zin brengen, maar wij zien iets van als we erheen gaan, dan kunnen we het nooit goed zien letten, want dat willen ze net. Maar ze had toch die in. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar wat ik bedoel is, de bin is meer als Sinterklaas in Friesland op een door wijze. Schreeuwde ze dat dan al hier op van hey, dat maakt takken meer de sjen, dat weer leuk of zeiden? Nee. Het weer toch een beetje, elke 2 weken redactievergadering en het was, dat ging nodig aan, Sint-Pieter, Grauw, hadden we natuurlijk ook niet meer van die dingen.
En dat, ja, dat, dan hiek wel eens van dat mat ik een keer dwan. Gondelveert oude boon. Jeren bellen van je missen wat. Nou, uiteindelijk er toch in. Ja. Dus door de meesten attent op maken worden. Ja, tinkje erom, tinkje erom. Want wij willen dat toch graag een keer zien. Ja. Nou, en zag hij hem in die 40, 50 jaar toch echt alle zien van Friesland. Ja, gewoon heel soort. Ja. Nou, we zullen er nog volle meer van merken in de komende programma's van Gewest Friesland. Dat is er na een week weer.